kan je even jezelf even voorstellen? Ik ben Niels Bakkes, ik ben 39 jaar, vader van een dochter van bijna 8 jaar. Ik woon in Eindhoven, liefstad van Nederland. En, de laatste jaren heb ik steeds meer toegelegd op spirituele kunst en stukje coaching en workshopschrijven. Je hebt ook inderdaad een boek geschreven, De Koning van de Kwetsbare Kracht. Klopt. Wat was de aanleiding voor jou om dit boek te schrijven? In 2006 heb ik een echte maatregel meegemaakt. Het heeft eigenlijk mijn leven een beetje op kop gezet. En, ik heb toen eigenlijk als stukje verwerkingsproces een stukje van het onderwerp voor mezelf beschreven, op papier gezet. En, later uitgewerkt op de computer en ook toen ik even met schilderen begon, dat op mijn website te zetten. Dan kreeg ik best wel emotionele reacties van mensen op het stuk. Dat ze heel erg geraakt waren door mijn verhaal en hoe ik tegen het leven aankeek. En heb ik steeds het verhaal verder uitgebreid. En ik denk van het is veilig voor mij om te gaan delen met mensen. En een stukje van mijn spirituele ontwikkeling die volgde. En toen ik vorig jaar in Egypte geweest en toen ik terugkwam in Nederland, toen wist ik van nu dat het boek wordt. Even terug naar het motorongeluk. Wat ging er door je heen toen je de wielen van je motor onder je vandaan voelde wegrijden? Het was een beetje onwerkelijk, want ik voelde inderdaad mijn motor gewoon wegglijden onder me uit. En was even misschien in 2 seconden zwart in mijn ogen. En op het volgende moment keek ik omhoog tegen de onderkant van de vangrail. En op het moment dat ik toen in mijn been keek, dan had ik iemand de hulp gehad. Dus waar ik normaal eigenlijk meteen had moeten zien, zag ik in mijn hak. En toen was het iets van, dit is echt goed fout. Ja. Hoe heb je het proces daarna ervaren om de beslissing eigenlijk te moeten maken daarna om je rechter onderbeen te laten amputeren? Ze hebben me een aantal keer in het ziekenhuis geopereerd. De eerste keer probeerde het been te sparen. Eigenlijk moet ik zo vaak geopereerd worden en ik had ook heel veel pijn in de operaties. Zoals ik wist gewoon niet dat er zoveel pijn bestond. Ja, op een gegeven moment kwam een chirurg in mijn bed en die zei van, het ziet er eigenlijk gewoon niet goed uit en waarschijnlijk kun je niet normaal meer lopen als dit het al redt. En toen heb ik eigenlijk in samenspraak met de revalidatiearts besloten om het te laten amputeren. In het boek heb je het over fantoompijn. Ja. Waar houdt precies deze pijn in? Voor de meeste wetenschap is fantoompijn pijn in het lichaamsdeel dat niet meer aanwezig is, wat geamputeerd is. Voor mij was die heel erg heftig. En ik kreeg ook nogal zware pijn medicijnen daartegen, ook medicijnen tegen epilepsie. En het hielp mij eigenlijk helemaal niks. Dus toen ben ik even de tijd daarna zelf op zoek gegaan, maar dat kan ik niet mee. En toen ben ik een beetje met al die circuiten in aardig gekomen, met acupunctuur. En toen heb ik vrij snel weer er vanaf gekomen op. Omdat er ook wat energetisch was, dat ik voelde. Is die pijn nu helemaal weg, trainen? Nee, ik heb ook nog wat gevoel dat mijn been nog is. En, voor mij klopt het ook wel. Ook nu ik een prothese heb en ik ben aan het lopen, dan voel ik gewoon echt van oké, nu zet ik mijn hak niet en nu druk ik mijn voet af. Dus het voelt me heel natuurlijk aan. Het leven heeft een andere wending genomen sinds het motorongeluk. In het boek heb je het zelfs over een geluk bij een ongeluk. Mm-hmm. Wat is het geluk dat je hiermee bedoelt? Er is een hele emotionele ontwikkeling bij mij plaatsgevonden, maar ook een spirituele ontwikkeling. Ik ben heel erg open gegaan vanaf dat moment. En, het is een beetje gelijkbaar met bij een doodervaring, al heb ik dat niet op dat moment zo ervaren. Maar ik weet wel van de eerste operatie in het ziekenhuis is er gewoon op zielsniveau heel veel gebeurd. Maar ik heb me bewust meegekregen, maar ik weet van oké, daar is wel, ik noem het maar, een groot overleg geweest. Zo van oké, nu gaan we echt een andere richting op. Nu heb je echt iets anders in de wereld. En, ja, heb ik ook helemaal leven opgehoord. Want hoe was Niels eigenlijk voor het motorongeluk? Ik was een tamelijk introvert iemand. Ik was altijd heel erg stil en vond het altijd heel moeilijk om mijn gevoelens te uiten. En toen ik in het ziekenhuis geconfronteerd werd met echt hele hoge pijnniveaus, waarvan ik gewoon niet wist dat ze bestonden, werd ik echt uitgedaagd om echt mijn mond open te gaan doen. Om te zeggen van, hey, dit trek ik gewoon niet meer. En dat heeft een totaal 8 operaties voor mij geduurd. En toen kon ik pas echt hulp gaan inroepen. Zo van, in iets gebeuren. Dus eigenlijk als ik terugkijk is mijn ziekenhuisopname eigenlijk een nogal vrij harde assertiviteitscursus geweest voor mij. Ja. Hoe reageerde de omgeving eigenlijk op de nieuwe Niels? Ik geef in eerste een andere vorm. Ik mis een stuk van mijn been, dus ik heb eerst een tijd in de rolstoel gezeten en dan zie je mensen daar gewoon heftig op reageren.
toen ik mij voor het eerst zelf in de rolstoel in de bespiegeling van een ruit zag, zag ik ook al van ja, het ziet er ook heel bizar uit, want mijn been houdt gewoon op. En dit nodigt ook uit om naar te kijken, omdat het gewoon zo apart is en zo, ja, bijna speciaal, niet het goede woord, maar wel bijna onalledaags. En nou ja, goed, toen kwam mijn prothese. Maar dat is een stukje fysieke ontwikkeling van mij geweest. En, maar dat is wel een emotionele ontwikkeling bij mij geweest. Waar ik meer opener ben gegaan, meer ben gaan delen van mezelf. Meer over mijn gevoelens durf te gaan praten. En uiteindelijk is daar zelfs een boek uit ontstaan. Dus daar heb ik een gigantische stap in gemaakt. Je bent in het revalidatiecentrum gaan tekenen en schilderen, wat je heeft geholpen bij meer voelen. Ja. Deed je dat voor het ongeluk ook al? Nou, ik was eigenlijk een paar maanden voor mijn ongeluk voorzichtig begonnen met schilderen. Maar meer gewoon zo van, hoe is het om te schilderen? En ik had toen de schilderijen van impressionisten uitgezocht, van Van Gogh, van Colbert. Om na te maken, om even gewoon te kijken, van, okay, wat kan ik hiermee? En toen kwam ik in het revalidatiecentrum en toen kreeg ik een doek in mijn handen gedouwd met wat verf. Zo van, ga je maar wat doen. En toen ben ik ook helemaal vrij begonnen, helemaal abstract. Hoef ik niks meer voor te stellen. Ja, daar kon ik heel veel hoop van mijn emotionele expressie in kwijt, maar ook daarheen ook wel ontwikkelingen uit voort te komen. Was je voor het ongeluk ook al bezig met de zoektocht naar een bepaalde vorm van zingeving? Ja, ik was er al mee bezig. Ik had een jaar daarvoor een scheiding meegemaakt van de moeder van mijn dochter. Dus dat heeft behoorlijk veel op mij gedaan. En eigenlijk ook het woord van mijn dochter was vanaf een breekpunt, zo van hier gebeurt iets apart. Toen ineens heel veel emoties los te komen, maar ik dacht van, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar dit komt van diep. Maar eigenlijk vanaf het motorongeluk was het ineens een enorme stroomversnelling. Ja. Je dochtertje, hoe oud is ze? Ze is nu 7, dan word ik aan mij geslaagd. Je schrijft ook in het boek dat zij ook jouw leermeester is. Ja, ja. Wat heeft ze jou geleerd? Een heel stuk van het onbevangen kind kunnen zijn. Gewoon echt gewoon lekker in dit moment leven, niet geen zorgen maken over de toekomst, niet veel te rijken op zijn leven. Echt lekker spelen, gewoon genieten van het leven. Ja. In het boek beschrijf je ook Franciscus van Assisi, Dionysus en Agathon. Ja. Zij hebben jou geholpen in het proces wie je nu bent. Ja. Hoe hebben ze jou hierin geholpen? Als ik Franciscus van Assisi bijvoorbeeld pak, die heeft in zijn leven de stigmata ontvangen, dus het kruiswonden van Jezus. En ik kon wel voelen van oké, daar heb ik iets mee. Ik kreeg hem ook eerder als kind door. En ik ben ook zelf naar Assisi geweest om even echt te voelen van oké, waar heeft hij nou geleefd en wat heeft het met mij te maken. En ik kon ook voelen van ja, hier kom ik niet voor de eerste keer, hier ben ik vaker geweest. Hier heb ik zelf ook rondgelopen. Maar ook van de hele stigmatisatie van hij kreeg eigenlijk een soort uiterlijke littekens van een innerlijke wond. En dat heeft mij een hele link gemaakt met het fenomeen van fantoombaar. Dat ik ook kon voelen van, ja, daar zit natuurlijk ook heel veel in. Van ik voel iets wat niet zichtbaar is, maar wel voelbaar. En ja, dat gaat zo diep. En ik snap de hele medische wetenschap, snap helemaal niks van.